that's the idea. Mario? Oh ja, hallo. Ja. Hallo. Hallo. Een makkie interview. Ja. Je bent, u bent zijn zoon, hè? Ja. 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 What do you think? Ja, probeer het even weten. Well, is your father with more performances? What? Als je doet performance, is je vader daar altijd bij? I don't understand you. I'm a little bit really deaf. Dus ik can't understand you, maar ik praat gewoon Nederlands, ik kan ook. Is jouw vader daarbij? Waarbij? Ja, bij de optredens. Bij alle optredens? Ja. Nee, dat niet. Nee, mijn vader die werkt hard en dat kan niet elke dag. Nee, niet elke dag. Ja. Hoe vaak treden jullie op? Bij deze band veel, maar ik speel ook nog in andere bandjes. Kidding, welke? Ja, met een U2, zo'n U2 lookalike. Zo'n nep U2. En ik doe met een paar singer-songwriters uit Engeland. Dat is Jamie Huggy en Evelyn. En ik speel regelmatig bluesbandjes en dingen. Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja, heel leuk. Dit is ook blues, trouwens. Dat is meer blues dan jazz. Ja, is meer blues dan jazz? Ja. Ja, I'm Crocker. Niet ja, echt, niet not really jazz, hè? Ja. Nee, dat klopt. Ja. Hoe ben je begonnen? Hoe ben ik begonnen? Ja, met zingen en zo. Met muziek, ja. Ja, ik had een vriend die had een basgitaar, maar ik mocht hem helemaal niet. De basgitaar of de vriend? Nee, ik mocht die vriend niet zo. Maar ik misbruikte hem omdat hij een basgitaar had. Dat vond ik helemaal te gek. Dat is de gitaar. Dus eigenlijk heb ik die onteigend, die heb ik van hem gekocht. En daar ben ik mee begonnen. Ja, ik vond die basgitaar interessanter dan mijn eigen vriend. Van je vrienden moet je het hebben. Ja, nou, zo ben ik. Dat staat somewhere, hè? Ja, en ik kwam er nooit vanaf. Dus ik begon al gelijk met bandjes en dingen. En ik speel nu al 15, 16 jaar, denk ik. Dat is lang. Ja. Dus zo. Ja, en hoe ga je beginnen op je slaapkamer oefenen? Oefenen. Closed doors en dan. Hoe vaak repeteer je? Heel weinig. Serieus? Ja. Ja, wij spelen al heel lang en ja, dat is eigenlijk gewoon een repetitie. Dit is ook een repetitie. Doe gewoon een nieuw nummer ertussendoor. Test, hè? Goed testcase. Ja, tuurlijk. Ja. Goed testcase. Ja, dat zijn de geheimen, dames en heren. Ja. It's the performance that counts, hè? Wat zei je? It's the performance that counts. Ja, nee. Accessories are just tools. Nee, klopt, en ik vind niet, je moet niet te veel repeteren, dan speel je alles dood. En daar ben ik het helemaal mee eens, ja. En ik ben vooral van het gewoon in één keer doen, dat vind ik het tofste. Dan hangt er nog een beetje druk aan het optreden, zeg maar. Oh, yeah, like, ja. Spontaneous. Juist. Cross your mind, you play. Ja, ja. Music? Yeah, I read music also. But I learned it only for when I'm writing music, then I can write it on the paper for another musician. Yeah, I can compose with notes or something. Yeah. I can make sheet music, yeah. But I don't like that. Yeah, play. Yeah. Cross your mind, you play by heart. Yeah. Yeah, something like that. Yeah. What are you gonna do now? Huh? What are you gonna do now except for getting loaded, never mind. I do now, I'm gonna watch the soccer game tussen Colombia and Uruguay. Uruguay and Colombia. Yeah. How did USA go? Huh? It was first Germany versus USA. Who won? I don't know. Oh, I didn't see it. I only watched Colombia. Colombia? Yeah, and now it's Uruguay. Colombia? Oh, Colombia. Yeah. Colombia versus Uruguay. Yeah. Okay. Website. Website? Yeah, the website. www. JoeCocker.nl or AU, yeah, or something else, I don't know, it's not important, we played here, and the people at home, they are too late to watch the show, so then, you can watch it back, yeah, yeah. Okay, watch it again, that's question? The purpose. No! No! Yeah, thank you. Thank you. Okay, thank you.
Bye bye.